Yo, kijk, van IMT van het nieuwe opleiding van GTA 3. En voor mij zit de laatste missie van Donald, Love. Dus we gaan eens even kijken. Ja, Love Disappearance. Dus dit is de allerlaatste missie van hem. An empty box. No one is on the roof of this penthouse. Wat ik nu precies moet doen, ik heb geen flauw idee. Ik ga even kijken de wiki trouwens even snel. Ik had het bijna opgezocht. En look by Deagle. In game time. Oh, je krijgt dus geen beloning hiervoor. De missie is gewoon klaar. Oké, okay. Interesting. Dus dan gaan we verder met A, R of A. Nou, kijk wat dichterbij is. Ik denk gewoon het park wat het dichtstbij is. Een idee heb ik. Maar het lijkt zo'n snellere auto wel iets makkelijker dan dit lompe ding. Dus pakken we deze eventjes. Move out. En neon. The wheels of this car go round and round, round and round, round and round. The wheels of this car go round and round. In my fair lady. En Branson. Die moeten we zijn. Make it man. CIA seems to have a vested interest in Spank, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. Oeh, ga naar het vliegveld. Ik heb precies de juiste auto voor jou. Nee. Dat scheelde echt niks. Het is gewoon letterlijk een bommetje geworden. Plans. Oké, we gaan hier naartoe. Dus gaat dit dus onder die weg langs. Ja. Gaan we dus deze kant op. En dan gaan we hier tussendoor. Oké, we hebben in ieder geval Kettleman geschoten. Ik zit ook een bepaalde tijd heb. Niet zo heel erg blij van. Oké, in ieder geval weet ik nu dus wel. Start game, load. Deze. Een 21 april. Dus wat ik dus wel weet nu. I need a better protected car. Dus dit. Beest van een wagen. Ik had nauwelijks de bult op. Maar het rijdt. En daar houdt het ook echt bij op. We gaan hier verder met deze missies. Donald loved om een keer behind the scenes. Weer een keertje. Alleen maar cutscene. Keer 7. Ook van dat rare icoontje af. Oh, ik tik weer mijn mic aan. Hallo? Get in. Marked man. In ieder geval wel dat deze auto niet de snelste is. Get in. Maar dan boeit hem gewoon echt niet waar hij instapt. Zolang het maar rijdt, zou hij wel denken. Oh, ik dacht ik kan hier... langs. Maar dat dus niet. Oké, okay, nu al op ons geschoten. Maar goed, deze wel iets beter gepanzerd is dan die vorige. Dat ik deze met tijd tekort ga krijgen. Oh, leuk, we hebben nog police erbij. Dat maakt het helemaal makkelijk.
Dat is police. Gas geven, gas geven, gas geven. Is remmen? Ja, het scheelt. Ik kan hier gewoon alles aan de kant beuken. Met deze kar. Deze kruiwagen. Ik hoop dat deze wagen snel genoeg is. Ik ben alleen bang voor niet. Het is echt eens wat ik bang voor ben. Ook wegen die brug deelt. Ding, 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 ding. Het kan echt zo annoying zijn. Wat? Waarom doet die boom? Oké. Start, load, decoy. Nog een poging. Of A, ik moet sneller zijn. Of B, ik moet een andere route kiezen. Ik kan eens even snel kijken. Die Wikipedia. Dat was R, hè? Dus... een snellere auto hebben. Oké, Marked Man. Oh, dit is een betere. Hier staat wat er om gedaan moet worden. Sir Ray. De bedoeling is dus. Each way to the further period without being detected to travel via the Porter Tunnel. Het moet dus via de tunnels. Oké. Okay. Dus via de zijkant van die map moeten we dan. Anders worden we dus ontdekt en dan worden we dus lekker geschoten. Get in! Dus deze kant. Oh, er staat er ook. CA has covered the bridge. Oh. Dat was aan deze kant was toch die tunnel. En die gasten schieten trouwens wel echt raak. Ben ik dus achtergekomen. Maar jullie vaak niet. Oh, dat is wat minder. Dat is een iets ander probleempje. Dus doe de. Is not the correct place. Ik weet niet eens wat ik naartoe moet voor die tunnel. Waar zit die tunnel dan? Hieronder loopt een tunnel. Zo hierachter denk ik wel ergens die ingang zitten. Dus eerst even die ingang in en uitgang moet gaan zoeken. Dus weet wat die dus is. Dat ik deze missie dus echt goed kan afmaken. Of ben ik wel echt compleet de verkeerde kant op gereden. Zou ook gewoon kunnen. Hieronder loopt die tunnel, dat weet ik. Wow. That was not very effective. Hier niet, gok ik. Misschien hier beneden? Denk ik niet. Nee dus. Misschien hier naar onder ergens. Nee, gaan we gewoon terug de brug op. Gaan we compleet de verkeerde kant op. Waar moet ik nou precies naartoe dan? I don't get it. Wacht, hier hebben we die brug weer. Vanuit de buurt moest blijven. Ja, nog ergens die tunnels. Waar zijn die tunnels?
vind ik sowieso niet gehaald. Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen. Maar ga eens op zoek waar die tunnels zitten. Dus ik heb geen zin in de politie nu eventjes, maar aan het zoeken. Als ik weet waar die tunnels zitten, dan kan ik deze missie gaan halen. Dus hier begint dus die Ray. Dus ook hier vaak dus uitkom. Ik denk dat er verschillende routes zijn. Wat ik ook gewoon kan doen. Heel slim. Dus gewoon even die brug overheen rijden en dan die tunnel deze kant op pakken. En dan kijken waar ik uitkom. Kan ik ook even proberen. Ja, dat ga ik eens even doen. En dan weet ik waar ik uitkom. Oké, dan gaan we deze kant helemaal op. Nou, in ieder geval die brug is mooi stil. Alleen mijn auto rijdt niet echt goed meer. En dat was een random Slack bericht. Waarom heb je altijd bij WhatsApp en Slack af te sluiten? Maar oké, dat is even iets terzijde. Nee, don't do it. Of do it, yes. Just do it. Jij gaat weer terug de tunnel in. If you like it or not. Ik ga even geestige besturen doen. Namelijk spookrijden. Dat is enorm geestig. Namelijk. Oké, we gaan hier naar binnen. Hier naar deze rijstrook, dus iets makkelijker. Maar gewoon goed lezen wat op die naambordjes staan. Als ik dit dus weet, dan wordt het dus makkelijk. Welke strik is dit? Deze kant volgens mij. Of juist die andere kant. Ik weet het niet. Dus hier het wel even. Alleen dit is wat minder. Hey you there. I want your beautiful car. Even kijken. Waar kom ik nou dus uit? Aan een geheel verkeerde kant. Volgens mij. Waar kom ik hier uit? Nee, dit is de hele verkeerde kant. Hier moet ik het water nog over. Ik hoop dat ik hier in die villa-wijk terecht. Ook leuk, maar niet wat ik zoek. We gaan hier weer naar binnen. De tunnel zien. Police. Hey, is mijn afgefikte auto. Die ik eerlijk gejat heb. Oké, dan moeten we hier dus af naar die airport. Gaan we dus deze kant op, denk ik, de eerste beste weg. Zoiets, denk ik. Ja, ook leuk. Annoying mensjes. De politie boeit ook gewoon niet dat ik spookrij. Even lekker geestig doe. Maar waar zit die tunnel dan? Hier is hij volgens mij. Volgens mij hier weer af. Dan ga ik weer heel langzaam de goede kant op. Ja, dit wordt al beter. Ik ga wel heel langzaam iets omhoog. Heel random loading screen. Daar hebben we dus A. Waar zit ik nu? Bij het hospital. Ja, dat is achter het ziekenhuis. Ik ben echt gewoon de compleet verkeerde kant op gereden. Dat is toch wel ergens goed. Oké, maar het is in ieder geval goed om te weten. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer voor een nieuwe poging. Tot dan!